Parijs, oktober 1921. Rue du Départ, nummer 26. Piet Mondriaan is 48 jaar oud. Hij heeft in Nederland al een goede reputatie opgebouwd als kunstenaar. Mondriaan heeft Holland verlaten en is definitief naar Parijs verhuisd, waar hij woont in een kleine studio op steenworp afstand van Car Montparnasse. Het is een eenzelvige man die uitsluitend met enkele geestverwanten optrekt. Hij werkt zeer gedisciplineerd in zijn eigen studio. Zijn bijnaam is Piet de Onzichtbare. Piet Mondriaan is een fervent jazzliefhebber. Hij is voortdurend op zoek naar de nieuwste nummers die uit Amerika overwaaien. In pak met stropdas, zijn ronde brilletje en strak gekamd haar. Mondriaan lijkt in niets op zijn tijdgenoten. Deze Parijse studio vormt het artistieke hart voor zijn ontwikkeling. En dat zou 15 jaar zo blijven. Voor Mondriaan is dit een ruimte waar hij experimenteert. Een kunstwerk op zich. Een plek voor reflectie. Een plek waar hij zich kan afzonderen van de hectische buitenwereld. Een atelier waarin hij leeft, werkt en nadenkt over een betere wereld. Piet Mondriaan is geboren in Amersfoort in 1872 in een streng protestants gezin. Zijn vader was hoofd van een basisschool en leerde zijn zoon tekenen. Ik leerde tekenen van mijn vader en van mijn oom die kunstschilder was. Op mijn 14e ging ik van school. Ik wilde kunstenaar worden en volgde een opleiding om tekenles te geven. Ik schilderde ook graag rivieroevers, boerderijen en molens, een koe in een vlakke Hollandse landschap. Ik heb nooit in de romantische stijl geschilderd, maar zocht het realisme in de dingen. Ik had niets op met andere stromingen en bewegingen. Mondriaan is 20 als hij zich inschrijft op de Rijksacademie in Amsterdam. Hij is jong en wil zichzelf bewijzen, ook ten opzichte van zijn ouders.
Langzaam maar zeker vervormt hij de realiteit en onderzoekt de nieuwste stromingen waar iedereen over spreekt. Expressionisme, fauvisme, pointillisme. Als ik de schoonheid van de natuur wil verbeelden, dan moet ik met mijn werk een nieuwe weg inslaan. Kleur kan niet langer ondergeschikt zijn aan vorm, maar moet autonoom worden en op zichzelf staan. De natuur heeft me altijd geïnspireerd. Die maakte bezieling in me los en zette me aan tot schilderen. Ooit was ik een fel tegenstander van moderne kunst, maar nu staat de natuur me tegen. De kleur groen in het bijzonder. Ik heb die verbannen uit mijn werk en uit mijn atelier. N'aimait pas, par exemple, les arbres. Et quand il venait chez nous, on avait un seul fauteuil où il s'installait toujours très commodement et il tournait les dos toujours vers les arbres. Parce que devant nos fenêtres, il y avait justement un petit jardin et il avait envoyé les arbres de la fenêtre. Alors il tournait toujours les dos, ça le gênait beaucoup. Et j'avais toujours l'impression qu'il s'énervait même quand il voyait les arbres. Alors il tournait les dos. ...1904. Mondriaan is 32 jaar. Hij bevindt zich in een existentiële crisis en trekt zich voor een jaar terug in Uden. Hij raakt geïnteresseerd in de theosofische beweging en vindt er verlichting. Hij ervaart een hoger bewustzijn. In 1909 sluit hij zich aan bij de Nederlandse tak. Dat is terug te zien in een merkwaardig esoterisch schilderij, zijn drieluik Evolutie uit 1911. Het symboliseert de transformatie van de materiële werkelijkheid naar mystieke sferen. Mondriaan bekeert zich tot een spirituele werkelijkheid die de zintuigelijke wereld overstijgt. Een keerpunt. Hij verlaat Nederland en vertrekt naar Parijs, het centrum van de moderne kunst. Hij kiest radicaal voor een nieuw leven. Parijs, december 1911. Bij een nieuw leven hoort een nieuwe naam. Na de eeuwwisseling is de Parijse wijk Montparnasse een smeltkroes van vernieuwende denkers. Abstracte kunst houdt zich niet langer bezig met het nabootsen van de natuur, maar zij is de natuur. Cosmopolitische nieuwe kunstbewegingen verenigen zich of verwerpen elkaars grondbeginselen. Het orfisme van Robert Delaunay, het rayonisme van de Russische Larionov, het futurisme van de Italiaanse Marinetti. En dan natuurlijk het analytische cubisme van Picasso en Braque, waarin de zichtbare werkelijkheid steeds minder zichtbaar werd. Alleen de cubisten volgden het juiste pad en ik was zeer geïnteresseerd in hun werk. Maar ik realiseerde me dat Braque en Picasso niet de logische consequentie van hun eigen ontdekking hadden aanvaard. De cubisten creëren volume in de ruimte en dat staat haaks op mijn idee over abstractie. Ik ben ervan overtuigd dat de ruimte zelf vernietigd moet worden.
Dit doe ik door de ruimtelijkheid te vervangen door platte vlakken. Ik wil de waarheid zo snel mogelijk doorgronden. En daarom haal ik alle concrete vormen weg om tot de kern door te dringen. Ik denk dat het lukt met horizontale en verticale lijnen, maar die moet je dan wel bewust en niet door berekening aanbrengen. Je moet jezelf laten leiden door je intuïtie om het terug te kunnen brengen tot ritme en harmonie. Ik geloof dat je met deze mooie basale vormen, aangevuld met meer rechte lijnen en curven, een kunstwerk creëert dat zowel sterk als authentiek is. Mijn leven als kunstenaar begon in Domburg in de zomer van 1914. Met de plus- en mintekens die ik zag in de lijn van de horizon en de verticale golfbrekers. De horizontale lijn symboliseert het materiële. De verticale het spirituele. Alles wat ik voor die tijd had gedaan had geen betekenis meer. In de zomer van 1914... keert Mondriaan terug naar Nederland. Zijn vader is ziek. Een week later breekt de oorlog uit, waardoor hij niet naar Parijs terug kan keren. Hij zou 4 jaar in Nederland blijven. In Nederland raakt Mondriaan bevriend met de kunstenaar Theo van Doesburg. Met hem richt hij in 1917 de kunstenaarsbeweging De Stijl op. Verschillende disciplines worden samengebracht. Architectuur, theater, poëzie, muziek en dans. De Stijl vertegenwoordigt op overtuigende wijze de abstracte kunst en verwerpt alles wat met de natuur te maken heeft. Haar doctrine is vernieuwend. Het in harmonie brengen van humanistische en universele cycli. Mondriaans esthetische theorieën worden voor het eerst gepubliceerd. De regels zijn strikt. Alleen primaire kleuren. Blauw, geel en rood. En zwart en wit. Kleuren moeten in platte vlakken worden aangebracht. Ze mogen elkaar niet overlappen. Lijnen lopen horizontaal en verticaal over het doek. Vormen beperken zich tot vierkanten en rechthoeken. Overal in Europa komen nieuwe artistieke ideeën tot ontwikkeling. In Moskou houdt Kazimir Malevich zich sinds 1915, net als Mondriaan, bezig met een isme, het suprematisme. Zuivere gevoelens kunnen volgens hem alleen worden uitgedrukt in zuivere kunst. Zijn doel is de schilderkunst terug te brengen tot een nulpunt.
In Parijs werkt Mondriaan de ideeën van de stijl verder uit. Zijn boek met theorieën over het neoplasticisme maakt hij hier af. Met deze nieuwe geestkracht is de mens in staat een nieuwe vorm van schoonheid voor te brengen. De nieuwe esthetiek is van groot belang voor de nieuwe mens om zijn eigen beeld uit te drukken in een evenwichtige verhouding. De nieuwe kunst is geboren. Parijs, 1920. Ook in bioscopen wordt met de nieuwe esthetiek geëxperimenteerd. Hans Richter, lid van de Stijl, vertaalt de nieuwe vorm van schoonheid in Rhythmus 21, een radicale film die uitleg geeft over het waarnemen van abstractie en geometrie. Begin 1920 is er nogal wat strijd onder de avant-gardisten. De Dada-beweging voert de boventoon. De leden zijn verontwaardigd over de Eerste Wereldoorlog en walsen over alle ideologische, artistieke en politieke theorieën heen. De surrealisten, met hun hang naar het onderbewuste, nemen een soortgelijke houding aan. Zo blijft er weinig ruimte over voor abstracte kunstenaars die zich daardoor geïsoleerd voelen. Uiteindelijk organiseren zij zichzelf met als basis geometrische kunst, het neoplasticisme. Schetsen en het daarna traceren van geometrische patronen op papier. Mondriaan maakt aantekeningen van welke kleur in welk vlak moet komen. Het heeft niets met wiskunde te maken. Het is louter zoeken naar balans. Uiteindelijk publiceert Mondriaan zijn theorieën, die hij vervolgens opdraagt aan de toekomstige mens. Een van zijn uitgangspunten is: de verdeling van een vlak is het enige wat van belang is. Iedere referentie aan het materiële moet worden verbannen. Hij zoekt naar een universele taal die deze parallele wereld van verborgen structuren tot uiting kan brengen. Kunst mag nooit vervlakken tot iets leuks of decoratiefs. De emotie van schoonheid wordt altijd verduisterd door de verschijning van het object. Daarom moet vanaf nu het object worden verbannen uit het schilderij. De basisprincipes van Mondriaans kunst zijn hiermee vastgelegd. Hij concentreert zich op structuren met horizontale en verticale lijnen. Met zwarte brede lijnen verdeelt hij het oppervlak in architectonische rechthoeken of ongelijke vierkanten. Langzaam maar zeker verandert zijn palet naar uitsluitend rood, geel en blauw. Het raam van zijn studio kijkt uit op de daken van Parijs. Mondriaan is eenzaam. Maar eenzaamheid betekent ook tijd en rust om de wereld te bestuderen. Zoeken naar het ritme van lijnen of naar de dynamiek van vlakken.
Parijs inspireert Mondriaan. Met name het grafische Parijs. Hij maakt lange wandelingen door Montparnasse. En hij bestudeert alleen nog de oppervlakken, de contouren van waar zijn ogen zich op concentreren. Hoe ziet Mondriaan de wereld? Hoe combineert hij de vormen, al die energie, al die lijnen? Wat verbergen ze? Verticaal, horizontaal, diagonaal, traagheid, snelheid. Welke hogere kracht stuurt dit aan? Hoe vertaalt hij dit alles in geometrie? Abstractie is niet alleen vereenvoudiging, gestileerdheid en raffinement. Abstractie gaat veel verder. Het zijn niet alleen harmonieuze verhoudingen, integendeel. Het hele werk moet een plastische expressie zijn van confronterende krachten. Om de visie erachter zichtbaar te maken, moet het beeld zichzelf als het ware uitwissen. Het moet verdwijnen. Mondriaan zoekt naar de balans tussen muziek en kunst. Wanneer hij over zijn werk spreekt, refereert hij vaak aan beweging, evenwicht en snelheid. Zijn werk moet onderdeel uitmaken van een groter geheel. Vol vervorming, verschuiving en dissonantie. Zijn tijd verdeelt hij tussen werken in zijn studio en het af en toe bezoeken van nachtclubs in Montparnasse. Tussen geometrie en ritme. Tussen eenzaamheid en vertier. Tussen strakke lijnen en arabesken. Parijs heeft zojuist Josephine Baker ontdekt. De sexy koningin. Haar wilde dans fascineert en choqueert het publiek. Mondriaan adoreert haar. Haar bewegingen ziet hij als scherpe tegenstelling tot zijn kunst. En juist daarom als een natuurlijke aanvulling op zijn werk. Mogelijk bezocht Mondriaan jazzclubs als compensatie voor zijn bijna onmenselijke ascetische levensstijl. Bij dageraad keert hij terug naar zijn studio in Rue de Départ, altijd alleen. Zijn privéleven gaat gepaard met tegenslagen. Relaties met vrouwen houden nooit lang stand. Zijn klunzige houding heeft overigens een zekere aantrekkingskracht op vrouwen. Toch vinden ze hem uiteindelijk te gesloten en moeilijk te doorgronden. Mondriaans leven is nog het meest vergelijkbaar met dat van een kluizenaar. Zijn gemis aan een vrouw compenseert hij met een wit geverfde kunstbloem. Mondriaan wordt niet opgemerkt. In de kunstwereld kent men hem nauwelijks en in galeries wordt hij niet erkend. Toch is hij zelf overtuigd op de goede weg te zijn. Eens per week wandelt hij naar zijn leverancier, waar hij dan één doek koopt. Niet meer en niet minder. Je
Il venait régulièrement à la même heure, 5h, 5h un quart. Il commandait sa toile pour la semaine suivante, un châssis excessivement fort, ce que nous appelons les châssis numéro 1, très large. Et avec la toile très fine, il regardait le mercredi suivant, quand il venait chercher sa commande. Elle, c'était sans défaut. Il vérifiait l'équerre du châssis. Il regardait bien. Et en ce moment-là, il prenait livraison, on lui emballait, il payait. Et c'est tout. Lui, c'était toujours des mesures irrégulières. Et alors, ce qu'il y a surtout, c'est que c'était vraiment calculé au millimètre. Mondriaan exposeert bij Lefort Modern. Galerie-eigenaar Leons Rosenberg belooft hem 6 doeken te zullen verkopen. De tentoonstelling is geen succes en de belofte wordt niet nagekomen. Mondriaan blijkt onverkoopbaar. Zijn hoop op erkenning ziet hij in rook opgaan. Hij raakt in een depressie, overweegt het kunstenaarschap op te geven en in een café te gaan serveren. 2 jaar lang verkoopt hij niet 1 schilderij. In deze periode arriveert er een jonge Vlaamse schilder en dichter in Parijs, Michel Sefour. Hij heeft het werk van Mondriaan in een tijdschrift gezien en wil hem graag ontmoeten. Al snel worden ze goede vrienden. Ze ontmoeten elkaar iedere dag in Rue du Départ en brengen lange avonden door in Café Dôme. Sefour schrijft aan zijn vrienden: "Ik denk dat Mondriaan een hele goede vriend wordt. Ook hij is ongelooflijk eenzaam." Het was een homme extrêmement simple, extraordinairement effacé, et qui vivait dans un endroit qui était son atelier, qui était immédiatement pour moi, c'était le haut lieu de l'art abstrait. C'est devenu pour moi presque immédiatement la chapelle de l'art de notre temps, de l'art nouveau. Mais cette chapelle était plus qu'une cathédrale. Voor Mondriaan staat kunst gelijk aan leven. Zijn atelier lijkt op een driedimensionale installatie. Hij leeft eigenlijk in zijn eigen schilderij. Alles minimalistisch, zorgvuldig op elkaar afgestemd, keurig geordend. Een ontwerp van evenwichtige verhoudingen met horizontale en verticale, met primaire kleuren en zwart en wit. Aan mijn studio ontleen ik mijn inspiratie. En meer dan dat. Ik heb er veel geëxperimenteerd. Omdat ik niet steeds op de muren wilde schilderen, gebruikte ik geschilderde stukken karton die ik op de wanden spijkerde. Zo simpel is neoplasticisme in een atelier. Vanzelfsprekend moest ik ook het meubilair schilderen. Ik heb er geen spijt van. Het heeft mijn werk gunstig beïnvloed. Il était absolument sûr, mais calmement sûr. Sûr comme on est sûr du soleil quand on le voit, qu'il avait trouvé quoi? Une sorte de fin de l'art, une sorte de solution dernière de toute l'évolution de l'art de tous les temps, par le rythme horizontal-vertical. La construction essentielle, où tout doit aboutir et d'où il fallait repartir. Mondriaan is niet geïnteresseerd in realisme. Realisme ziet hij als het terugvallen op het ontdekken van de zichtbare wereld. Maar hij wil onthullen wat er altijd al was. Wat hij ziet en anderen niet.
Il aimait beaucoup la musique jazz, il aimait beaucoup à danser, n'est-ce pas? Et on allait de temps en temps dans le café de Versailles, place de Rennes. Et là, il y avait une petite salle, n'est-ce pas, où on pourrait danser et prendre un verre. Et il adorait ça. Je dois même dire, n'est-ce pas, qu'il dansait un peu difficilement, puisque ma femme a accordé de danser avec lui, mais il dansait carré. Hein. Alors, tandis que ma femme a dansé aussi avec Brancusi, et là, ça n'était pas de carré. C'était mieux avec, de danser avec Brancusi qu'avec Pierre. Lui, il aimait toujours le jazz et il voulait à tout prix m'apprendre à danser le charleston. Moi, je ne suis pas grande admiratrice de la musique de jazz, mais il voulait à tout prix m'apprendre ça. Et un jour, il est venu chez nous, il a apporté son gramophone et ses disques pour m'apprendre à danser le charleston. La vie de mon mari était très très dure et pour nouer les deux bouts de la semaine, il était obligé de faire de temps en temps une fleur. Alors en payant de temps en temps une fleur, il pouvait s'en tirer dans ces années extrêmement dures. Et un beau jour, ça devait être en 25, je crois. Tout au plus tard, c'était en 26, il l'a dit. Maintenant, tant pis qui arrivera, je ne veux bien mourir de faim, mais je ne fais plus de fleurs, je ne peux plus, c'est trop dur. C'était l'artiste le plus avancé, qui allait le plus loin, qui dépassait les bornes. Et comme disait Fernand Léger avec beaucoup de gentillesse, il va trop loin, il va trop loin. Comme les gens du Nord, les Hollandais, les Scandinaves, ils vont trop loin. Et ça n'est plus normal, on ne peut pas aller jusque-là. Mais Léger était extrêmement inquiet sur Mondrian. Il me questionnait toujours chaque fois que je le voyais. Il me disait... Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mondriaans atelier is een soort laboratorium waar hij voortdurend experimenteert. Hij gebruikt de ruimte voor zowel materiële als conceptuele experimenten. Dit heeft een stimulerende werking op de ontwikkeling van zijn werk. Evenwicht is het belangrijkst, zowel in het leven als in de kunst. Een evenwichtig leven zal de kunst doen vervagen. Wij zullen geen schilderijen en beelden meer nodig hebben, want we leven er middenin. Bien sûr, il était célibataire, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas dans un milieu pareil. Imaginez un enfant ou une femme, ce n'est pas possible. C'est invivable. On peut vivre avec un tableau, mais pas dans un tableau. De omschakeling naar drie dimensies. Mondriaan bouwt de maquette voor de decors van L'Éphémère et Éternel, een theaterstuk van zijn vriend Sevoor. Om financiële redenen is het project nooit van de grond gekomen. Aandacht is er wel voor architectuur en design. Utopia's binnen handbereik en neoplastische kunst vertaalt zich voorzichtig naar drie dimensies. Architecten van de stijl breken verder door. Hun ideeën worden langzaam doorgevoerd in het dagelijks leven. Er ontstaan woonruimtes,
met meer visie. Als aanhangers van het neoclassicisme hun leefomgeving al zodanig zouden inrichten, dan zouden schilderijen verdwijnen. Het neoclassicisme zou zich langzaam om ons heen vormen. Het is moeilijk om in verf uit te drukken wat je voelt. Het is een worsteling. Het voelt als een marteling wanneer ik het niet op het doek kan krijgen. Ik ben nooit ontspannen. Er is altijd die drang die me bezighoudt. Als ik een schilderij klaar heb, voel ik me even voldaan. Maar dan voel ik de druk alweer toenemen. Het houdt nooit op. La situation était très défavorable. Elle était en vérité désespérée. Il n'y avait aucun intérêt à Paris pour l'art abstrait, aucun amateur. Et il y avait le groupe, ce petit groupe d'amis qui se voyaient et qui était un tout petit troupeau et qui cherchait courage les uns auprès des autres, les cinq ou six que nous étions. Et c'est ça qui a donné l'idée de faire quelque chose de plus ample. Nous nous sommes groupés et c'est avec cela que nous avons fait la petite revue et l'exposition Cercle Carré, qui était un désastre. Nous n'avions pas de visiteurs, la presse s'en moquait terriblement, on rigolait en la dépens. Et l'homme que nous voyions le plus souvent dans la galerie, c'était Picasso parce qu'il habitait le même immeuble. Tous les matins, il était là. Mondriaan is niet graag onder de mensen. Maar hij wil wel betrokken blijven bij de intellectuele ontwikkelingen. Bescheiden en op afstand observeert hij en trekt zich weinig aan van wat men van hem denkt. Zijn ideeën houdt hij privé. Seufoor neemt Mondriaan regelmatig mee uit. Een jonge trompetist doet op dat moment zijn intrede in Parijs. Zijn naam is Louis Armstrong. Hij is net aangekomen uit Amerika en laat een heel nieuw geluid horen. Amerika, het beloofde land voor kunstenaars. Is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know. Show to me, Dinah. The dick time blazing. We'll never sit and gazing to the eyes of Dinah. Baby, every man, one eye, shake with my soul. Cause my dynamite, change your mind. Baba, this is your zero. Then you wanna, don't try to make it. I'll have a new line. Oh, Dinah. Een complex raamwerk. Met dubbele lijnen of bredere lijnen. Zwarte lijnen die successieflijk over het doek lopen, tot het een geheel vormt, als een rooster. Of een gevangenis. Misschien was het een voorgevoel van een op handen zijnde ramp. In 1937 organiseerden de nazi's een tentoonstelling met zogenaamde Entachtete Kunst. Mondriaans kunst werd hiertoe ook gerekend. Die kunst moet, om een solches ziel te reizen, ook wirklich verhinderen des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des Natürlichen und des Zunden sein. Het is niet de Aufgabe der Kunst, im Unrat, des Unrates wegen zu wühlen. Den Menschen nur im Zustand der Verwesung zu malen,
Cretins als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft hinzustellen. Solches Ziel zu erreichen, auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des natürlichen. Cretins als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft. De nieuwe wereld. Voor Mondriaan vertegenwoordigt Manhattan met haar wolkenkrabbers het hoogtepunt van de civilisatie. Een geometrische stad vol verticale en horizontale lijnen. Een monumentaal en bewegend kunstwerk. Na een verblijf in Londen, waar de bombardementen hem dwingen opnieuw te vertrekken, belandt hij 3 oktober 1940 in New York. Hij wordt daar opgehaald door Harry Holtzman, een jonge kunstenaar die hij in Parijs heeft ontmoet. Holtzman vindt een atelier voor hem op Sixth Avenue. Of course he'd come in a convoy. And he'd had to be on deck for the most part of the whole month that it took to cross from England. You have to be on deck in a life jacket most of the time, and I can imagine there was much anxiety and not the best of food. And when I took him off the ship, he wasn't very well. But I took him to a hotel that night, and it was very high up, so he could get a splendid view of the whole skyline of Manhattan. Ze hadden me verteld dat New York een hel was, dat je er vroeg oud werd en dat gangsters het ervoor het zeggen hadden. Dat zou best kunnen, maar dat was niet het New York dat ik aantrof, waar ik van hield en waar ik me thuis voelde. Mondriaan ontmoet er veel kunstenaars in ballingschap. Hij voelt zich gelukkig in New York. Misschien wel gelukkiger dan ooit. De drukte en het rumoer van de grote stad bevallen hem. De geluiden, de flikkerende lichten en de animatie op Broadway. Hij is nog altijd heel enthousiast over de nieuwste muziek en raakt in de ban van de ritmiek van de boogie-woogie. Die muziek past bij de hectiek van Manhattan. Het geraas van het verkeer. De loodrechte straten, de reflecterende raampartijen. Een geweldige metropool waar hij zijn idealen kan verwezenlijken. Als wij onszelf kunnen bevrijden, kunnen we onze idealen realiseren. Het zal lang duren voordat de mensen de enorme mogelijkheden van het neoplasticisme zullen begrijpen. Het is kunst die het eindpunt vormt van alle kunst, maar het is tegelijkertijd een nieuw begin. I had the pleasure of introducing him that night to the first discs he heard of the real boogie-woogie music. And his reaction
as I anticipated, was absolutely astonishing. He just put his hands together and said, enormous, enormous, enormous. Oh, boy, we won't jump for joy. Yeah, man, happy as a baby boy. Good with another brand new choo-choo toy. Way down. I don't know if one can say that he was more of a success, maybe economically, and perhaps there was the increasing interest in his work here, and he had a much larger group of artists who were vitally concerned with the evolution and development of abstract art at that time. So far as I know, certainly in the development of his major work, he had his first one-man shows in this country. 19 januari 1942. Een overzichtstentoonstelling van Mondriaans werk in Gallery Valentine. Zijn werk wordt aangekocht door Peggy Guggenheim en het Museum voor Moderne Kunst. Eindelijk is er erkenning. Mondriaan is dan 70 jaar. Het ritme van de boogie-woogie en de planologie van New York worden in zijn laatste schilderijen steeds duidelijker. In Broadway Boogie-woogie schildert hij kleine vierkantjes in plaats van lijnen. De zwarte lijnen worden geel, zoals de New Yorkse taxis, zoals de zon. Mondriaan werkt koortsachtig aan zijn laatste schilderij, Victory Boogie Woogie. Hij gebruikt gekleurd plakband in plaats van verf. De gekleurde stukjes tape refereren aan het pulserende ritme van de stad. Hij draagt het werk op aan de overwinning op de oude Europese schilderkunst. Het blijft onafgemaakt op zijn ezel staan. Mondriaan sterft op 1 februari 1944 aan een longontsteking. Alleen. Hij wilde niemand lastigvallen. Kunst bevindt zich op dit moment in een isolement, wat het leven schrijnend maakt. Maar in de nabije toekomst zal de kunst zich met ons leven verenigen.